Eén keer. Nee, hier is verdorgen. Nee. Al ben ze. Lekker. Al lekker. Mals, smui. Deze springt zo over negen heen. Die ben zo smui. En Mals, die ben er zo over. Echt. Al lekker. Ben ze anders als verleden jaar? Nou, nee. Vorig jaar was dat wel nog hoor, joh. Maar je maakt nou verrekte makkelijk op. Je is er nooit zo bewaard van. Je is er nooit zo stief van rieten en scheuren. Ze ben echt. Ze hebben ze haar makkelijk over. Je boek komt deze vandoor? Denemarken. Denemarken heb ik altijd door onze grote haring dat leverancier, die heeft zelf boten doorbien. Die is aandeelhouder met die boten en die bepaalt zelf waar dat ze vangen worden en winnen dat ze eruit maken. Zo werd die man er altijd een staak aan mee. En wat is nou het verschil dan? Want die neerden zijn altijd hartstikke lekker, maar ik ben ook wel eens eerder. Die zijn wat minder van zwoog. Hoe zit hem dat in? Nou, is dat dus precies met droge was zo. De ene wil een harde droge was, de ander wil een zachte droge was. Maar ik probeer altijd dat ik malse haring heb dat de mensen persoonlijk eten kunnen. Maar als je in het westen van het land bent, dan willen ze een haring hebben met een beet. En dan willen ze stief afbieten kunnen, maar die willen ze niet hebben. Die hoed je die weer uit. Dan zeg je de rest dan weer, maar dat ding is met elkaar jaar. Nu ken ze de zilvuitzuik? Ik ken ze zilvuitzuik. Allemaal op dezelfde soort. Ze wij nog horen nu van die jongeren wat ik wel hebben wil. Ik heb de hooie mensen zitten en dan vind je uitzuik. Weer snijgoud, allemaal die ding en dan weer weg. En waarom noemen ze dit nou maatjesharing? Maatjesharing hoort in dat ze de juiste moord hebben. Deze haring, dat hij vattiger zit, dat hij vattiger neemt. Dat is een mooie malse haring en dat door plankton in zit. En dat is de maatjesharing. En als van week op, want je vangt er maar 6 of 7 weken op. Hè? Dan ben je alle eens ben al binnen. Dan ben je tegenwoordig zo'n grote boot. Het is net op een flat aankomen voor een zo'n grote boot. Dan komt zoek erop en die zoek hem zo leeg en kloor is. Ik heb lezen dat ze 100.000 turnvang hebben dit jaar. In het tijd van 6 weken. Maar waar gaan die niet eens nou al even door? En dus zult het wel druk hebben, denk ik. Het is hartstikke druk. Ja, ik heb een haringparty. We hebben bij Parks in Veenam met haringparties. De mensen die een meuren hebben bij de BV Veenam, bij de voetbalclub. Zorg dat ze een beetje bij de voetbal, dat ze een beetje met de jens dat nee, Joop een beetje hout is. Misschien spelen ze er wat over. Is dat bekende pekel dus bij de kaart? Scholema was hij net. Hij zei, doe eens dat zeer. Hij zei, we waren afgelopen zondag, 35 jaar oud. Ik zei, mag ik ook in huis blijven? Maar dan zei hij, ik zei, ik ben 35 jaar oud. Ja, maar daar kom ik niet voor. Zei hij, dan ga je eerst bij de 50. Nou, ik denk, nou, het is al nu niet komt dat je het volhouden hebt met mijn raar. Ja. Ik denk, nou, waaruit, maar misschien komt er wel. Maar nee, hij had een eiwest. Ik wil die niet langer van het werk over. Nu is het hartstikke druk van de ogen. En ik wens die veel succes met die haringpaties. Dankjewel Simon. Dankjewel Mio.